We zijn op de stand van Samsung en ontdekken, of laat ik zeggen herontdekken, hun assortiment QLED-televisies. Die werden uitgebracht in maart 2019. Samsung bracht 20 nieuwe QLED-televisies uit in maart 2019, waarvan 11 modellen met 75 inch of meer. Hiermee willen ze inspelen op de vraag naar grotere schermen. De 8K was dé grote ster van IFA 2018. Er is ook veel meer vraag naar 8K-televisies, zeker op vlak van 55 inch schermen, omdat die tegenwoordig de standaardmaat is geworden. Daarnaast is 8K de opvolger van UHD 4K-formaat. 8K bevat trouwens 33 miljoen pixels, dat is 4 keer meer dan 4K en 16 keer meer dan Full HD, waardoor geen enkel detail in het beeldje zal ontgaan. Samsung vertrouwt ook op zijn 8K Quantum processor. Dit moet ervoor zorgen dat niet geoptimaliseerde beeldkwaliteit wordt omgezet naar 4K en zelfs naar 8K. Dit wordt gedaan dankzij upscaling en artificiële intelligentie. Wil je nog meer IFA-nieuws? Surf dan snel naar onze website krevel.be, bekijk ons YouTube-kanaal en volg ons op onze sociale media-kanalen. Tot dan, dag!